origineel had ik denk drie uitgangspunten. Enerzijds, ja, ik wou een persoonlijk verhaal vertellen. Daar ging ik op zoek naar een gevoel waar ik tijdens het schrijfproces zelf mee zat. En dat was een gevoel van een soort isolement in de omgeving. Een beetje de weg kwijt zijn in je eigen wereld en dan op zoek gaan naar je grenzen aftasten, zoals je kunt zien in de film. Anderzijds, dat was ook mijn afstudeerfilm aan het RITCS. En als laatste studentenfilm wou ik ook alle tools van een filmmaker kunnen aanspreken. Dus ik wou echt op zoek gaan naar hoe kan ik hier een verhaal vertellen waar ik echt creatief kan gaan in de kostuums, de make-up, de decors, op elke mogelijke manier. En ik denk dat dat wel geslaagd is. Deze film is denk ik wel een beetje een buitenbeentje en dat was zeker in RITCS ook wel zo. Maar RITCS heeft altijd wel de mogelijkheid gelaten om te doen wat je wilt. Zeker in de master is dat een beetje carte blanche. Doe wat je wilt, doe wat je kunt. En ik heb wel het gevoel dat ik altijd die vrijheid had en dat de docenten daar ook ondersteunend in waren. Ik heb niet zoveel gebruik gemaakt van begeleiding, maar als de hulp nodig was, vooral in postproductie is dat gekomen, dan hebben ze mij echt wel heel goed ondersteund en mee die film naar een nieuw niveau kunnen tillen. Ik zou niet onmiddellijk een genre op deze film plakken. Er wordt wel gezegd dat deze folkhorror is. Kortfilm.be heeft geloof ik de film zo genoemd. Ik had daar zelf nog niet zo over nagedacht dat dat binnen die stroming zou kunnen passen. Maar uiteindelijk, ja, ik was zelf ook een beetje verloren van ja, hoe zou ik deze film categoriseren of een genre geven. Dus dan vond ik dat wel mooi dat dat erop werd geplakt. En ik heb ook het gevoel, dat heeft ook gespeeld op het Brussels International Fantastic Film Festival. En daar heb ik wel echt een heel goede voeling kunnen hebben met het publiek. Ondanks dat het online was, heb ik daar toch wel heel persoonlijke reacties uit gekregen. En het gevoel gaat van ja, voor dit soort films is er echt een heel hongerig publiek die zeker daar naar op zoek zijn en daar ook heel toegewijd aan zijn. Dus ik denk dat dit soort films in België en in Europa in het groot echt wel iets kunnen bereiken. Top. Dankjewel. Alsjeblieft. Yes.